Energie. Waar gaat het over? Dat gaat over het volgende. Je moet weten, we gaan het hebben over een energiestroomdiagram, de warmtemeter, soortelijke warmte en hoe je kan rekenen met de soortelijke warmte. Een energiestroomdiagram is altijd als een gevolg, getekend, wordt altijd getekend als een grote pijl waarin verschillende soorten energie omgezet worden. Hier gaat chemische energie gaat erin, in de vorm van gas bijvoorbeeld, gaat hierin. En in die cv-ketel, waar dan wordt het gas ontstoken, wordt verbrand, daar komt warmte bij vrij. En dan heb je warmte als energie, komt daar weer uit. Energie gaat nooit verloren, dus het blijft altijd bestaan. Alleen dat kan in een andere vorm, kan dat energie voorkomen. Komt de energie voor. De warmtemeter, daar kan je meten hoeveel warmte er nodig is om het water te verwarmen. Dit is de opstelling van zo'n warmtemeter. Hier zit een thermometer in. Dit is een dompelaar, dat is een verwarmingselement wat het water verwarmt. Een roerder die ervoor zorgt dat, het verwarmde water goed verdeeld wordt over het geheel. En de kan, die is heel erg goed geïsoleerd, dus je hebt geen uitstraling van warmte naar buiten. Hier wordt gekeken van ik stop er zoveel energie en warmte in. De temperatuur stijgt dan als gevolg van die energie die erin gestopt wordt. En vervolgens gaan ze kijken van goh, hoeveel energie heb je nou nodig om deze hoeveelheid water te verwarmen. Nou, daar is de soortelijke warmte uitgekomen. En de soortelijke warmte, dat is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram van een stof, bijvoorbeeld water, ijzer of gas, in 1 graad Celsius te doen stijgen van temperatuur. Dus het maakt in principe niet uit wat voor stof je gebruikt. Het gaat erom dat ze kijken naar de hoeveelheid warmte of de hoeveelheid energie die erin gestopt wordt. En dan kijken ze van goh, hoeveel energie heb ik er nou ingestopt voordat die 1 graad in temperatuur gestegen is, die stof. Nou, ik heb hier een tabel van gestaan. Dit is de temperatuur. Dit is de hoofdletter T. Dat is voor de temperatuur. Hier staat de tijd. En zoals je ziet in deze grafiek, zie je dus dat het elke keer met stapjes, gelijke stapjes, wordt die temperatuur verhoogd. Dat wil zeggen, elke keer wordt er met dezelfde hoeveelheid energie, stijgt de temperatuur dezelfde hoeveelheid qua temperatuur. Dus dat wil zeggen, je hebt een rechte lijn. En in deze rechte lijn wordt er dus aangegeven, dus bij elke hoeveelheid energie krijg je dus eenzelfde temperatuurstijging. Je weet bijvoorbeeld, waar zie je dit nou terug bijvoorbeeld? Stel je loopt zomers met je blote voet op het strand en je gaat dan de zee in, dan voel je dat het water kouder is dan het strand. En hoe komt het nou? Want de zon die staat de hele dag te schijnen en die geeft zijn warmte aan het water of aan het strand. Maar die zon die geeft ook zijn warmte aan het water. En dat is net zoveel energie wordt er gegeven, maar toch voelt het strand voelt altijd warmer. Nou, dat komt omdat het water meer warmte nodig heeft om in temperatuur te stijgen. Dus het water dat heeft gewoon meer energie nodig, dus de zon moet er veel langer op schijnen om dezelfde temperatuur te bereiken als het zand. De volgende pagina geeft aan hoe we de soortelijke warmte kunnen berekenen. De soortelijke warmte wordt aangegeven met de hoofdletter Q. De C is dus de kleine letter C staat voor soortelijke warmte, de massa en dit is het verschil in temperatuur. En ik heb ze hier even uitgewerkt voor je. Ik laat ze allemaal even zien. De C staat voor soortelijke warmte. Die is in joule per gram maal het aantal graden. De toegevoegde warmte is altijd de hoofdletter Q, dat is in de eenheid joule. De massa is in grammen in dit geval. En de temperatuurstijging is in graden Celsius. En de delta, dat geeft aan dat is de eindtemperatuur minus de begintemperatuur. Dus als je dit omdraait, dan krijg je een negatief getal. Dus altijd de eindtemperatuur minus de begintemperatuur nemen. In het tabellenboekje kan je deze ook vinden. Die staat hier. Die heb ik hier staan. Tabellenboekje
bladzijde 10 staat deze formule. Staat daar. Die kan je dus ook gebruiken bij je toets. De formule die we nog ook heel vaak gebruikt wordt in combinatie met de energie voor de warmte, soortelijke warmte, is deze. Energie is het vermogen maal de tijd. Die hebben we al eerder gehad. Nou, die moet je eigenlijk ook nu uit je hoofd weten. Staat ook in je tabellenboekje op bladzijde 12. Ik kan hem er nog even bij pakken. Dan kan je het even zien. Bladzijde 12. Die staat hier. Waar je even op rekenen moet, is dat hier staat P is W gedeeld door T. En die W, dat is de arbeid. Maar die hebben we nog niet gehad. Dus wat we doen is, deze mag je even vergeten. Dus die mag je helemaal vergeten. En wat je daarvan moet maken is het vermogen, is de energie gedeeld door de tijd. En die moet je onthouden, want die ga je gebruiken voor de toets. Die gaan we hier gebruiken. Een waterkoker van 1600 watt verwarmt 1,5 liter water van 18 graden naar 100 graden Celsius. De vraag is nu hoe lang de waterkoker daarover doet. Hoe pak je dit nou aan? Als eerste bereken je de benodigde warmte. En dan vervolgens ga je berekenen hoe lang het duurt, omdat hoe lang die warmte moet toegepast worden om al het water te verwarmen tot 100 graden Celsius. De formule om de benodigde warmte te berekenen is deze formule. De benodigde warmte is de massa maal de soortelijke warmte van water maal het temperatuurverschil. De massa van het water, er wordt 1,5 liter water gebruikt en dat betekent dat is 1,5 kilo. Die moet even omgerekend worden naar 1500 gram, omdat we gebruiken gram in dit geval. Omdat de soortelijke warmte is ook in grammen, is namelijk 4,2 joule per gram keer een graad Celsius. Het temperatuurverschil is de eindtemperatuur minus de begintemperatuur. Dat is in dit geval 82 graden Celsius, dat verschil. En als we die gegevens invullen in de formule, dan hebben we hier de massa van het water, hier de soortelijke warmte van het water en hier het temperatuurverschil. Als we dat met elkaar vermenigvuldigen, hebben we 516.600 joule, oftewel 516,6 kilojoule. Tweede stap die we gaan doen is de tijd te berekenen. Hoe lang moet deze energie naartoe gepast worden of toegevoerd worden aan het water, zodat het water 100 graden wordt? Dat doen we met deze formule. De energie is het vermogen maal de tijd in secondes. We weten dat het vermogen van die waterkoker die is 1600 watt. En die 1600 watt die kunnen we hier terugvinden in de tekst. Vervolgens gaan we de formule verder invullen. De energie die weten we ook, want die is 516.600. Dat is de energie. Nu hebben we alleen deze formule op deze manier. E is P maal T. De energie is het vermogen maal de tijd. Maar we moeten naar een formule van de tijd is naar de, om de tijd te berekenen. Nou, dat doen we door de energie te delen door het vermogen. Zie je deze stap nog niet 1, 2, 3, dan kan ik je, moet je die als volgt oplossen. Ik moet dus weten, ik moet dus naar T is. Dus die P die moet hier weg. Die P moet aan die kant komen van de is-teken. Dat kan ik alleen doen door hem te delen door P van vermogen. Want als ik dat doe, mag ik die wegstrepen en wordt dat 1. Maar als ik hier het vermogen deel door het vermogen, wat je doet, moet ik dat hier ook doen. En wat ik dan krijg is T is E gedeeld door P. Nou, dat staat hier ook. T is E gedeeld door P. En als ik die verder invul, dan heb ik 516.600 gedeeld door 1600. Dat is dus het vermogen van die waterkoker. Zit ik op 322,9 seconden. 1 minuut heeft 60 seconden. Dus als ik dit getal deel door 60, kom ik op 5,4 minuten. Dus het duurt 5,4 minuten
om dat water te verwarmen van 18 graden Celsius tot 100 graden Celsius met een waterkoker van 1600 watt, waarbij er dus 1,5 liter water wordt gebruikt.